Het is bekend dat Amalia en Beatrix een hechte band hebben. Maar naast hun sterke relatie is er nog iets anders dat opvalt: de twee prinsessen lijken qua uiterlijk opvallend veel op elkaar. Al voordat het internet ons op de hoogte hield van elk detail rondom het Koningshuis, zorgden de RVD en het Nationaal Archief ervoor dat er een uitgebreide verzameling foto's en nieuwtjes over de Oranjes beschikbaar was. Een kijkje in die archieven blijft altijd fascinerend. Hoewel de kroonprinses inmiddels 20 jaar oud is, lijkt het nog maar kort geleden dat we de jonge Amalia voor het eerst zagen. Van een vrolijke kleuter groeide ze uit tot een schuchter schoolmeisje en transformeerde ze de afgelopen jaren tot een veelbelovende kroonprinses. Door recente portretten en fotosessies krijgen we steeds meer het beeld van een moderne royal te zien. En tijdens een blik in het Nationaal Archief valt één ding op. De gelijkenis tussen de prinses van Oranje en haar oma is treffend. Zo grootmoeder, zo kleindochter, van het ene paardenmeisje naar het andere. En hoewel Amalias kapsel, met haar losse blonde lokken, verschilt van de iconische haarspreekkoep van haar oma, is de fysieke overeenkomst tussen de twee koninklijke dames onmiskenbaar. De bekende strakke koep van Beatrix mag dan verleden tijd zijn. Amalia laat er geen twijfel over bestaan dat haar oma een belangrijke inspiratiebron voor haar is. In haar eerste toespraak bij de Raad van State verwees ze zelfs naar de woorden van Beatrix: Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling, sprak Beatrix in 1956. Amalia volgde dit voorbeeld en zei: Ik zal, bewust van mijn verantwoordelijkheid, trachten een goede leerling te zijn. Een kleindochter om trots op te zijn.